AB Flexkracht helpt je graag goed op weg. Daarom hebben we een instructiefilm gemaakt waarin we letterlijk een beeld geven van de werkzaamheden die je kunt verwachten. Dit schept duidelijkheid waardoor je met meer vertrouwen aan de slag gaat. Welkom bij Kunst Alstroemeria, een bedrijf in Nieuwveen dat gespecialiseerd is in de selectie, veredeling en vermeerdering van Alstroemeria planten voor professionele snijbloemproductie. Vlak na de Tweede Wereldoorlog begon oprichter Toon Kunst met een anjerkwekerij. Meer dan 40 jaar geleden werd de anjer vervangen voor Alstroemeria planten en dat heeft geresulteerd in een bijzonder uitgebreid assortiment in kleur en vorm. Bij Kunst zijn verschillende werkzaamheden te onderscheiden. In deze film geven wij graag een impressie zodat je een goede eerste indruk hebt van het bedrijf en de werkzaamheden. Er wordt verwacht dat jij als medewerker goed Engels spreekt zodat iedereen, ongeacht nationaliteit, elkaar begrijpt. In het laboratorium van Kunst werkt een groep medewerkers die zich bezighoudt met de vermeerdering van Alstroemeria stek. 100% van het stekmateriaal komt van meristeemcultuur en is virus- en ziektevrij. Voor je het laboratorium ingaat, zijn er een aantal regels die je moet kennen en naleven. Je trekt voor de streep je buitenschoenen uit. Je draagt een labjas en klompen of soortgelijk schoeisel die je alleen in het lab aan hebt. Tijdens de werkzaamheden heb je een mondkapje op en heb je latex handschoentjes aan. Hier in het laboratorium bestaat het werk voor 90% uit secuur snijwerk. Een fijne motoriek, schoon werken en je houden aan een vast protocol zijn vereist. Omdat je in het lab zittend werk verricht, kunnen rug- en schouderklachten, RSI of problemen met je armen, pols of handen het goed uitvoeren van het werk bemoeilijken. Iedere laborant is verantwoordelijk voor zijn eigen opbrengst en kwaliteit. Er wordt dagelijks per medewerker een planning gemaakt. Goed luisteren en durven vragen zijn bij Kunst in het laboratorium heel belangrijk. Je kunt je vragen stellen aan Marzena of Laurens. In het lab is het belangrijk dat alle handelingen en werkzaamheden accuraat worden bijgehouden. Het op de juiste manier registreren van het gesneden plantmateriaal dient heel precies te worden gedaan. Om foutloos werken en daarmee de kwaliteit van de producten te waarborgen, is het noodzakelijk dat de werkzaamheden precies zo worden uitgevoerd als uitgelegd. Je hebt als laborant een hoge verantwoordelijkheid. Een goed stel hersenen komt daarbij van pas. Elke nieuwe medewerker wordt ingewerkt middels een interne opleiding. Motto van het bedrijf is: eerst goed, dan snel. In het lab bij Kunst zijn nog een aantal andere werkzaamheden. Zo is er een keuken aanwezig waar volgens vaste recepten de speciale voedingen voor het plantmateriaal wordt gemaakt. Het uitschenken van de voeding en de bakjes klaarmaken voor het plantmateriaal is één van die werkzaamheden. Wanneer het plantmateriaal groot genoeg is, gaat het naar de kas. Voor je de kas ingaat, is het belangrijk dat je door de ontsmettingsbak loopt. Dit om te voorkomen dat er plantenziektes over de kwekerij worden verspreid. In de kas worden onder andere plastic treetjes gevuld met aarde waarin de weefselkweek wordt uitgeplant. De plantjes krijgen daarna de tijd om in de kas zo'n 4 tot 5 weken af te harden en te groeien. Ook behoort gewasonderhoud tot de werkzaamheden.
De plantjes worden getopt met een mesje. Hierbij is het heel belangrijk dat voor elke sectie planten een schoon mesje wordt gebruikt. Dit is om te voorkomen dat eventuele plantenziektes over de verschillende secties wordt verspreid. Je herkent de secties aan de bordjes die geplaatst staan tussen het plantmateriaal. Een groep medewerkers is verantwoordelijk voor het uitselecteren van planten en het klaarmaken van bestellingen. Andere werkzaamheden die kunnen voorkomen in de kas zijn onder andere het oppotten van planten, het bewateren van de teelttafels en veeg- en schoonmaakwerk. Wanneer de planten klaar zijn om naar de klant te gaan, worden de klantorders klaargemaakt. De planten worden verpakt in dozen, in speciale transporttreetjes of in karton. De dozen worden voorzien van informatie over soort en order en klaargezet op pallets voor transport naar de klant. Het werk op de kwekerij is geen zwaar werk. Je werkt met klein plantmateriaal en een fijne motoriek is daarbij handig. Ook hier geldt eerst goed, dan snel. Met vragen kun je terecht bij Arjen. 3 keer in de week worden in een ander gedeelte van de kwekerij de Alstroemeria bloemen getrokken. Ook behoort het bossen en het veiling klaarmaken van de bloemen tot de werkzaamheden. Bij Kunst Alstroemeria is de aanvangstijd altijd 7 uur en de eindtijd 10 over half 4. In het weekend wordt er in het lab geen arbeid verricht. In de bloemenkas worden regelmatig ook in het weekend bloemen geplukt. Uiteraard wordt de Nederlandse arbeidstijdenwet nageleefd en zijn er vaste pauzetijden. Als jij via AB Flexkracht bij Kunst Alstroemeria aan het werk gaat, heb je je arbeidsovereenkomst met AB Flexkracht. Naast goede arbeidsvoorwaarden krijg je begeleiding van een ervaren personeelscoördinator. Bedankt voor je interesse. We hopen dat je met veel plezier aan het werk gaat en we wensen je veel werkplezier bij AB Flexkracht.